Shavira en zoals je kunt zien sta ik ergens anders dan normaal. Ik sta namelijk in de keuken. En je ziet misschien dit al staan. Ja, je kunt wel raden. Ik ga wat maken. Ik ga namelijk swirl koekjes maken. Ja, laten we beginnen. We gaan mijn pakketje even openmaken. En dan gaan we kijken wat erin zit. Ik heb dit zelf nog nooit eerder gemaakt, dus het wordt wat. Oké, er zit hier een pakketje in. Er staat niet op. Oh, dus de koekjesmix vanille. Er zijn zeg maar twee smaken: chocolade en vanille. En die moet je dan mixen. En de choco. De stokjes waar je ze op moet zetten, zeg maar zo. En natuurlijk die leuke. Dit pakketje leeg. Gooien hierin. En zo. Zo. En dan. Zo. Dan moeten we er 30 gram boter bij doen. Dit is ongeveer dit. Dit hele mooie klompje. 1 eetlepel melk. Waarom ziet de melk er zo? Nu zeg maar heel kruimelig, maar dit moet je dus nu verder kneden tot één bal volgens mij. Dus niet zo'n heel groot bolletje, kijk maar. Maar ja, dat leggen we maar even op een apart bordje. Ik denk hetzelfde doen we dan met die chocola. 30 gram weer. Nog weer zo'n blokje. Dit moet je dan door de midden knippen. Weer opleggen. Zo, einde klaar. Maar dit moet ook nog bij de andere kant. De bakpapier en de stokjes neergelegd. En nu moeten we ze in 10 stukjes aansnijden. En dan moeten ze op de stokjes prikken. En ik zal de hoekjes moet je er eerst even afhalen. Want dat is zeg maar niet mooi. Die zijn heel prachtig mooi gedaan. Maar ja, je ziet wel die swirl. Kijk, dit zijn ze nu. Het zijn er als het goed is 10. En ja, en die ga ik nu denk ik in de oven doen, want die is bijna voorverwarmd. En ze zijn klaar en ik heb ze even zo neergelegd. Ze zijn al redelijk hard, maar nog een beetje zacht, dus we kunnen zo gaan proeven. Ik ga het even testen, want je moet natuurlijk wel weten wat je zelf hebt gemaakt. Er zit niet zo heel veel smaak aan. En ik vind eerlijk gezegd niet zo lekker dat deze erop zitten. Want dat maakt het verpest de hele smaak van de koekje. Niet dat er veel smaak aan zit, maar gewoon de textuur. Als je het ook een keer wil maken en je dit leuk vond, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor meer leuke video's zoals dit. En dan zie ik jullie weer. Die bolk. Volgende keer met een nieuwe video. Doeg!